Gisteren was het weer tijd voor het sexy mode-event van het jaar. Oh. De modeshow van Victoria's Secret. Ik kon dit jaar helaas niet meedoen. Maar topmodellen zoals Kendall Jenner, Gigi Hadid en de Nederlandse Romee Strijd schitterden op de catwalk. Ik vind dat altijd zoiets. Ik heb het er ook over in mijn theatershow. Want het is natuurlijk echt een evenement. 190 landen of zo zien dat. Niet te geloven. Nou ben jij natuurlijk ook wel heel mooi, slank en sierlijk en dun. En word je wel eens gevraagd om iets te doen op een catwalk? Nee. Nee? Nee, nee. En ik zou het ook niet willen. Ik zou dat hoeft van mij niet. Het is een beetje gekkig natuurlijk. Een beetje gekkig, maar deze vrouwen zijn wel bijzonder mooi. Het is gewoon niet natuurlijk. Niet normaal. Nee, stel je voor dat ik daartussen zou lopen met zo'n string tussen die dikke billen. Echt, mijn kinderen ontmoederen me onmiddellijk hoor. Het kan echt niet, maar het is prachtig. Er kijken meer dan 500 miljoen mensen naar. Ongelooflijk. Heel goed. Nou, we mogen nog precies 50 dagen genieten van president Obama. Voordat hij weer plaats moet maken voor de Donald Trump. En hoe dichter we bij dit moment komen, hoe meer filmpjes erop duiken. En dit vind ik een hele mooie, waarin we hem langzaam ouder zien worden. Het is toch ook zo'n knapperd, hè? Ja. Zie je dat? Zeker weten. Ja. Ach, zo mooi. Ja, en dan gaan we dus... Orange wordt de nieuwe black nu. Ja. Met Donald Trump. Ja. Welkom terug bij RTL Live. Onze gast van vandaag is prima ballerina Igoné de Jong. Al op haar 6e weet ze het zeker. Ze wil dansen. En vanaf dat moment traint ze elke dag en is ze niet meer weg te slepen van de balletvloer. Ze studeert af aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. En daarna verhuist de Haarlemse Igoné naar Londen om aan de Royal Ballet School naar nog grotere hoogte te stijgen. Igoné speelt in The Sleeping Beauty. En de klassieker Het Zwanenmeer. Igoné's eindeloos lange benen brengen haar in andere werelden dan ballet alleen. Zo is het te zien in de clip Birds van Anouk. Out of the sky, like en is ze jurylid in het programma Dance, Dance, Dance. Ik denk ook dat je heel ver kan komen als danseres. Dus voor mij ook een 8. Naast jureren danst Igoné zelf ook op hoog niveau. En met haar 6 trainingsdagen per week vragen wij ons toch af. Doe je ook wel eens een keertje aan bank hangen? Een bank hangen, gewoon. Hij bedoelt eigenlijk uitgezakt. Zeker op de bank, weten. Met een wijntje en wat zak chips. Ja, absoluut. Ja. Na een voorstelling vaak. Ja, oh ja, dan mag het ook. Oh, dan is het wel lekker. Ja, dan is het eten ook extra lekker. Ja. Want, neem mij eens mee. Want ik vind altijd, het ballet is een van de moeilijkste kunsten. Jullie moeten het hardst werken. Ja. Jullie staan heel vaak nog achter iemand en je bent het eerste klaar. Hoe ziet een week van een eerste solist eruit? Nou, het hangt heel erg van af of we voorstellingen hebben of dat we in een repetitieperiode zitten. Als we een week hebben met voorstellingen, dan begint onze dag om 11 uur. Dan hebben we training met z'n allen, iedereen samen. En dan hebben we repetities tot 4 uur. En dan begint om 8 uur de voorstelling. Ja, en die duurt dan 2 uur? Dat hangt ook weer van de voorstelling af natuurlijk. Maar een avondvullende klassieker, die duurt dan wel tot 11:30. Ja, soms wel 3 uur. Ja. 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 En hoeveel voorstellingen kan je achter elkaar aan? Dat hangt ook van de productie af. Ja. Maar de eerste solisten doen er vaak 4 of 5. Jeetje, heb je nog steeds spierpijn ook? Ik heb nog steeds spierpijn. Omdat we dan verschillende dingen doen. Soms wat moderner, dingen van Hans van Manen of de hele grote klassiekers. Ja. En dan, dat zijn toch weer andere spieren. Dus dan heb ik ook een spierpijn, ja. Ja, ongelooflijk. Je bent, het is topsport gewoon. Je bent nu 37. Hoe lang kan je hier nog mee doorgaan? Nou, officieel tot mijn 38ste. Want mijn contract loopt tot mijn 38ste. Maar... dan wordt vaak bekeken of je nog goed in je vel zit en of het allemaal nog gaat en of ik het nog leuk vind. Of je het nog leuk vindt ook. Ja. Want je moet natuurlijk veel verlaten. Ja. Je bent begonnen aan de voorbereiding van een nieuwe productie, Coppelia. Ja. En we mochten even kijken. Ja, de repetities. Leuk. Laten we even kijken. Thank you.
in zo'n hele gezellige zaal met van het TL-licht. Ja. En wat zijn die mannen toch sterk, hè? Ja. Moeiteloze omhoog gooien. Is het een beroemd ballet, Coppelia? Het is niet één van de beroemdste klassiekers. Maar Ted Bransen, onze directeur en choreograaf van Coppelia, heeft het in een nieuw jasje gestoken. En het is een hele vrolijke, mooie, leuke voorstelling. Oh, leuk. Wat is jouw all-time favorite? Welke dans je het liefst? Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk. Want ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg leuk. Maar ik merk wel dat hoe ouder ik word, hoe dramatischer, hoe leuker. Ja. Ja. En wat is dan een dramatisch voorbeeld? Romeo en Julia is natuurlijk wel dramatisch. Oh, ja, het is Carmen is natuurlijk ook wel pittig. Ja. Dus dat,